Meteen naar Arjan Fuik een gemakkelijke overwinning? Ja, gezien de uitslag wel. Ik denk dat CV toch wel een aantal spelers die meededen. En we hadden dat aan onze kant ook. Maar ik denk toch dat wij meer kwaliteit hadden. En ik denk een terechte overwinning. Hoe gaat het in de competitie? Ja, het is gezien de punten, dan is het, denk iedereen van het gaat niet zo goed. Maar ik vind toch, als je kijkt naar een SSS, daar spelen we dan gelijk. En na Oude Maas kom je dan wel goed weg met een gelijk spel. En de MBFCV vind ik, die hadden moeten winnen. En de eerste wedstrijd tegen Vlotbrug, ja, die ga je met 2-1 rijden onderuit. Maar ook die wedstrijd had je gewoon moeten winnen. En dan had je, dan reken ik Oude Maas niet mee, had je op 7 punten gestaan. Dus, ja, maar ja, dan heb je nu MBSV gehad en dan zitten we toch al met een aantal rode kaarten. We ronden 2 aan onze kant. Ja, en dan wordt het weer puzzelen voor de aankomende zaterdag tegen Pichel. Dat ook weer een zware ploeg, een zware pot geworden. Wat is de doelstelling van Rokanje voor dit seizoen? Ja, de doelstelling is gewoon linkerrijtje. En als je onderin is, dan ben ik tevreden in de linkerrijtje. Kijk, we willen onze naam ook veilig spelen. Ik vind ook dat ze daar een ploeg voor hebben. En ja, ik vind niet degraderen vind ik geen doelstelling. En ik wil gewoon linkerrijtje. En als het onderin is linkerrijtje, dan vind ik het goed. Je hoop je in de volgende ronde van de voetbalruimte te treffen? Maakt mij niet uit. Maakt mij niet uit. Ja. Ik wil het toch wel een beetje verder. Met name het zat lekker, want je kunt toch ook wisselspelers laten spelen. Dus het moet niet een al te sterke ploeg worden. Vierde klasse? Nee, mag ook een derde klasse. Succes verder. Hey, hartstikke bedankt.